castles made of sand. No more guessing, no regrets. Ja, dat is
Hi. Hoi. Even één kandidaat filmen. Wat? Eén kandidaat filmen. Wat doe je er dan in? Ik doe een klein kogeltje natuurlijk. Een kogeltje van 4 mm. Ja. Doen we in de box en klappen we hem dicht. Ja. En dan komt de kandidaat. Ja. En heb jij eerder geschoten? Alleen vorig jaar. Heb je vorig jaar ook geschoten? Ja. En wat heb je toen gehaald? Niks. Niks gehaald? Nee. Schoot je ernaast? Nou, de meeste keer wel, ja. Ja. Wat moet hij nou doen om goed te schieten? Nou, hij moet, we leggen de geweer op de standaard. Ja. En dan gaan we kijken welke 1, 2 of 3 die hebben moet. Ligt hij een beetje in het zicht van de vogel. En zijn lengte natuurlijk dan? Ja, dat is wat hij nodig heeft. Okay. En dan kijkt hij hierdoor, door dit, hier een vinnetje. En dit moet één lijn zijn. Is die lijn, kan die mikken op de vogel, dan mag hij hem aftrekken. En als het dan goed is en geluk heeft, dan raakt hij. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij er meteen afvalt. Okay. Want het is piepschuim, dus hij heeft meerdere gaatjes nodig om de vogel of de vleugel om de of de vogel, hals daar om de stukken vanaf te halen. Ja, precies. Nou, we wensen hem succes, hè? Ja. Moet hij zijn adem nog inhouden op het moment dat je schiet? Maar dat weet je al, als je richt, dan hou je je adem even in. En die laat je niet eerder meer los dan dat je geschoten hebt. Want als je adem uitblaast, dan beweeg je geweer. Dat wist jij nog niet, hè? Nee. Dat wist je helemaal nog niet. Nee. Dan beweegt het geweer. Okay. Maar laat het rustig aan doen, hè? Doe rustig aan. We hebben alle tijd. Alle tijd, ja. Kijk eerst maar welke stand je nodig hebt. Ik denk deze of niet. Zet hem goed in je schouder. Deze moet goed doen. Kun je er door kijken? Deze is een lager nog hoor. Dan ga je lager. Moet hij echt hoog. Niet zo dan bijna goed. Wacht maar net zo lang totdat je hem hebt. Nee, ga niet. Zo, die kan ik niet. Heb je hem? Ja, kijk, je hebt hem geraakt. Goed zo. Ja, in zijn hals. Hey, top joh. In zijn hals. Top, top. Je hebt hem geraakt.